zijn aangekomen in Mondorf-Labijn. Morgen is het de start van de Grand Fonds de Schlek waar we aan gaan deelnemen. We gaan vandaag nog een kleine verkenning inlossen. Gewoon de beentjes wel laten losdraaien, maar eerst een hapje eten. Volgens Dominique is dat eten voor 3 dagen. Maar ja, kan maar smaken. En dan denkt hij, ja, dat kettingsken is een mooie keuze, die cassette is een mooie keuze, hij heeft geen opmerkingen meer. Komt hij toch nog zagen van, oh, die banden, die wielen zijn niet proper. Kijk, maar ik ben in mijn velo. Huh? 155 kilometer lang, zijn dat de pijltjes die wij moeten volgen. 2000 hoogtemeter, dus het zal pittig zijn. Ze hebben hier ook een mooi rendersdorpje opgezet, maar Dominique was niet te overtuigen om performance sokken van 15 euro te kopen. Jammer, maar als het morgen niet lukt, dat was het. Gewiste kans.